Zo, Heist Carnaval is gestart. Uitreiking, trofeeën mag ik ze eigenlijk noemen voor de juiste of de mooiste kindertekening. Schepen Morwee, zeg ik dat allemaal goed? Ja, je zegt het heel goed. Het is al jaren dat we met alle scholen vanuit het gemeentebestuur een tekenwedstrijd organiseren voor Carnaval. En moet eerlijk zeggen, ieder jaar worden de tekeningen mooier, attractiever, kunstiger. Als je ziet, de winnende tekening, categorie 1, categorie C. Het is gewoon een fantastische tekening. En ik moet al de kinderen die hier bij ons staan feliciteren dat ze echt zo goed hun best gedaan hebben. En ik denk dat ook met zo'n mooie tekening, hier, hij staat bij ons, prins. Ik mag nog altijd zeggen prins, want vanaf morgen is het keizerbieze. Dat hij ook heel veel tevreden is, dan de kinderen ook zo meegaan met Carnaval Heist. Is dat zo? De kinderen zijn de toekomst van Carnaval Heist, dus tuurlijk is dat zo. Dus je straalt ervan? Tuurlijk. Het is uitstekend. Schepen, dit vrijdag, dit is een eerste etappe, de uitreiking van de trofeeën voor de mooiste tekening. God ja, zaterdag, zondag staat eraan te komen. Weersomstandigheden goed? Weersomstandigheden zijn ideaal. 30 graden stralende zon, maar niet hier, jammer genoeg. Morgen, zondag, het is ook maandag, dinsdag, de avondstoet. We zijn met alle veiligheidsdiensten er iedere continu per uur mee bezig. Wij gaan zondagmorgen om 9 uur zitten we de laatste keer samen met alle veiligheidsdiensten. Dan gaan we een beslissing nemen welke maatregelen dat we verplicht zouden zijn voor te nemen. Het hangt ook af wat van hogerhand ons opgelegd wordt. Maar iedereen mag er zeker van zijn. We gaan ons uiterste best doen voor alles zoveel mogelijk in normale omstandigheden te doen verlopen. Maar sowieso aan plein carnavalvorm? Ja, natuurlijk. Carnaval is een hoogdag voor Heist. We kunnen er weer invliegen voor 4 dagen en dat gaan we zeker doen. Het spreekt voor zich dat we elkaar nog tegenkomen de komende dagen. Ja, maar je gaat me niet herkennen, want ik ga waarschijnlijk veel verkleed zijn. Super. Nog eens proficiat aan de winnende school hier. En ik stel voor dat we eventjes goed naar de camera kijken. Allemaal leuk in beeld. En nog eens prima zwaaien. En laat je ook maar eens horen. Uitstekend. Erik Golé voor Kneisti TV. Tot een van de volgende dagen. Heist Carnaval.